Welkom in het Zelfkennislab. Mijn naam is Vic en ik geef gewoonlijk in deze ruimte Xineng Qigong lessen. En die Chinese bewegingsleer maakt dat je vitaal wordt in lichaam en geest. Nu na de kerstvakantie mocht ik die lessen niet geven vanwege de maatregelen. En dan kijk je naar allerlei mogelijkheden waarin het wel kan. Waarin leerlingen wel fijn Xineng Qigong kunnen beoefenen. En ik liep vast in allerlei technische lastigheden. En dat deelnemers aan de lessen bepaalde techniek of middelen niet hadden. Techniek niet beheersen. En voordat ik het wist, werd ik daar zelf ook minder blij van. En zelfs chagrijnig. En die neerwaartse spiraal ging in werking. Dat is het korte verhaal. Dus ik werd niet zo blij. En tot op een bepaald moment ik na overleg met deze en gene de beslissing heb genomen. Ik ga tot 20 januari de lessen stopzetten. Ik ga ze ook niet online aanbieden. Dat bleek niet mogelijk. Via beeldbellen of iets. En toen ik die knoop had doorgehaald. Toen ik stapje bij beetje, stap voor stap, accepteerde dat dit de situatie was zoals die was, kwam er rust bij mij. Kreeg ik rust. Ik ontving gewoon rust. En op het moment dat ik rustig werd, ontspannen kon, toen kwam er ineens in mij op, maar hey, wacht, verhip, ik heb nog een naast de basis online lespakket, heb ik een lespakket voor gevorderden al ontwikkeld, al op de plank, al klaar om te geven. Dus wat was de oplossing? De leerlingen die de lessen nu niet fysiek kunnen volgen, fysiek in verbinding met elkaar, heb ik nu het gevorderde online lespakket aan kunnen bieden. En die kunnen ze veel vaker beoefenen. Die kunnen ze in hun eigen tijd, in hun eigen ruimte, lekker doen. En het gekke was dat ik daarvan leerde dat op het moment dat ik de ontspanning vond, kwam pas die oplossing. En het mooie was dat bij mijn leerlingen hetzelfde gebeurde. Want de deelnemers die in december, ook tijdens de lockdown, een film van mij kreeg aangeboden. Sommigen hadden daar nog steeds niet naar gekeken, omdat er soms een weerstand kan zitten in het kijken naar een video en dan bewegen. Maar die mensen die dat toch deden, die toch die stap zetten, acceptatie, dit is wat het is. Ik omarm wat ik wel kan doen. Ik omarm Xineng Qigong beoefenen met veel materiaal. Die waren eigenlijk hartstikke enthousiast. Die waren heel erg positief over het effect wat het op hun lichaam en geest had. Dus ook bij hen zag ik het proces van je omarmt iets, je accepteert iets en doordat je het accepteert, vind je de rust en krijgt alles een plek. En dat wilde ik met jou delen. Soms is het heel lastig om iets te accepteren, heeft het echt een paar stappen nodig. Maar ik kwam zo net dit weer tegen. Ik hoop dat je het kan zien. En op dit lichtje staat: accept what is. Let go of what was. And have faith in what will be. En ja, dat vertrouwen is niet altijd makkelijk te pakken. Maar op het moment dat we accepteren wat er is, komen we tot rust. Dan komen de oplossingen vanzelf. En dan kun je een stap verder zitten in wat er komen gaat. Dus ik wens jou acceptatie toe, vertrouwen toe en een hele mooie dag. Heb het fijn.